De negende koers vraagt onze aandacht, dames en heren. En het paard dat hier de laatste keer op Alkmaar ongelooflijk veel indruk achterliet, is Diva Lady. En als we hier naar de tegenstand gaan kijken, dan uh, mag je aannemen dat Diva Lady vandaag als torenhoog favoriete van start gaat. Zeker na het uitvallen van paard nummer 7, Darwin Boko. Diva Lady ook mijn topfavoriet. Maar wie ook een hele sterke koers liep de laatste keer, dat is Brainwave. Die werd derde achter Diana Boko, maar liep een uh, sterke slotronde en maakte gewoon indruk. Vandaag een mooi startnummer, een super erachter. Paard nummer 4, Brainwave. Uh, die moet u zeker niet vergeten. Ook tip ik uh, mijn eigen paard Zoey W. in dit geval. Zoey heeft een vijfde plaats gelopen. De laatste keer, pardon, een zesde plaats gelopen. Afgelopen woensdag op Emmerloort. Die verrichting staat er niet in. Maar de rijder van dienst, Patrick van Ooyen, verklaarde. Zoey W. was beter dan dat ze ooit geweest is. Maar uh, aan de start ging het niet helemaal goed. En dat maakte dat uh, Zoe een grote inhaalslag moest maken. En dat uh, was net te veel gevraagd. Maar vandaag, in dit koersje, uh, zijn er zeker kansen op een uh, top 3 klassering. Gaan we nog naar een outsider zoeken? Dan is het misschien. Misschien wel paard nummer 1, Red Eagle. Paard is moeilijk in te schatten, maar komt met prima verrichting aan de start. En een mooi startnummer. Wellicht kansen voor de rit van John Westenbrink. Tot zover de tip in deze laatste koers. De 6 voor de 4, de 3 en de 1. Nog 100 meter. 50 meter. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg. We hebben op dit moment een strijd om de leiding gaande... waarbij Brainwave in het midden van de baan naar voren komt om de leiding te nemen. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde... die kan nu mooi inparkeren, zo te zien paard nummer 5, Beatrice Boco. Dat maakt dat Zoe W. aan de buitenzijde in het onvoordelige spoor... naast de koploper komt te liggen en in de rug trekt al mee paard nummer 6, Diva Lady. Paarden komen in de rechterlijn voor de tribune, straks nog twee rondes te gaan. en Het is aan kop van het veld paard nummer 4, Brainwave. Brainwave, tweede plaats erachter Beatrice Boko. eerste paard aan de buitenkant Zoe Way. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Daisy en achter Daisy is dan de railingszijde ook goed gestart. Uh, zo te zien John Westenbrink en zijn Red Eagle. Buitenzijde Diva Lady en achter Diva Lady komt Albert H. naar het tweede spoor. En achter Albert H. hebben we dan op anderhalve lengte Kees Zimming en Capital C. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht... ...en Brainwave heeft nog altijd de leiding in handen met John de Leeuw... ...maar Zoewee komt in het tweede spoor er inmiddels schuinaast. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde paard nummer vijf Beatrice Boko... ...en achter Beatrice Boko in een zetel Diva Lady. De favoriete die komt daar naar voren. Ik zeg favoriete, maar de koploper Brainwave is op de valreep... ...toch hier de grote favoriet geworden. Paarden 2 en 2 komen ze weer in de lijn voor de tribune... ...en het is nog altijd die Brainwave aan kop van het veld. Zoewee er schuinaast aan de binnenzijde... Beatrice Boko. En daarachter volgt dan aan de buitenkant Diva Lady. En dat is de situatie als de paarden afkoersen op de laatste ronde. Achter deze paarden Albert H. Daisy kan op dit moment geen kant op. Geldt ook voor paard nummer 1 Red Eagle. En achter deze paarden komt aan de buitenzijde dan ook nog mee paard nummer 9 Capital Z. We gaan op weg naar de overzijde van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En daar komt Riedik nu de aanval van Diva Lady. En die Diva Lady die gaat op jacht naar de koploper Brainwave. Daarachter dan aan de binnenzijde Beatrice Boko. Buitenzijde. Opkomend dan uh, Sean Decker met zijn Albert H. En aan de binnenzijde is het dan Daisy. En achter Daisy komt ook aan de buitenzijde zo langzamerhand Capital C naar voren. Deelnemers die, uh, gaan hier in hele compacte kluwen af op de laatste rechterlijn. Het is nog helemaal niet bepaald wie dit gaat winnen. Brainwave houdt nog altijd de uh, situatie onder controle. In de laatste rechterlijn krijgt nu een aanval van Diva Lady. Binnen door de opening voor Daisy. En buitenom Albert H. Wat een finish. Daisy. Eindelijk dan een keer. Aan de binnenzijde komt hij naar voren. Nou. Ja, de aankomstrechter heeft het laatste woord hoor. En zelfs Mariel, die toch heel veel koers op de finish ziet, kijkt me bedenkelijk aan.